Ik ben Kees Hermans en ik heb samen met Kobi van Liemt en Jan en Tilly Dumoulin en Bart Vissers de beroemdtest georganiseerd. Het heet tegenwoordig wel geen beroemdtest meer, maar het is meer opfriscursus geworden. De andere jaren, 4 en 8 jaar geleden, de laatste keer is het een Helvoort gehouden, maar die hadden weinig interesse meer. Daarom hebben we dit deze keer vanuit Haarlem georganiseerd. Er doen op het moment 36 personen mee, 6 groepen, 3 's morgens, 3 's middags. En ze krijgen dus theorie, praktijk, rijden dus, ze krijgen bewegen en er is een audicien die hun oren test. Met een niet geldig rijbewijs, ben je niet gezegd. Daar komen we wel eens tegen, daarom vragen we ook altijd naar het rijbewijs. 2019 mag u nog vanuit. En uw leeftijd is nu? 70. Uw leeftijd is nou verhoogd naar 75 in verband met keuringen. Dus eerst wat we 70, dan 75 hebben. Als u kijkt de volgende keer, dan is dat 75. Veranderd. De moderne auto's hebben zodanig een lamp, als je daar licht op zet, en je zet bijvoorbeeld dit licht aan, iedereen weet waarover ik het heb, hè? Ja. Dat geeft heel veel verstrooiing, dan krijg je zo'n muur van wit licht voor je auto, en dat willen we net niet. Maar vroeger moesten die tegelijk branden met de dimlichter, dat hoeft niet meer. Je mag nu zelf kiezen tussen dimlichten, dimlichten en mislichten, of alleen maar de mislichten, dat mag je zelf weten. Duidelijk? Dat is ook iets nieuws, iedereen weet waarover ik het heb. Waarom? Dagrijverlichting. Ja, dat zijn auto's die licht altijd aan hebben ze daarnaast. Ja, ja, dat gaat automatisch aan. Ja. En als je dan dat is in binnen 2010 is de overstad ingevoerd. En dat heeft te maken met ook weer een stukje veiligheid. Als jij 2 dimlichten zou mogen, dat mag nog steeds trouwens hoor. Als je altijd met dimlicht rijdt, A, het kost heel veel energie, dus ook veel brandstof en het milieu tegenwoordig. Zit er ook motorrijders bij hier? Ja, ik heb wel eens motorrijden. Nou, als je motorrijdt, Kees, en je zit tussen de 2 dimlichten in,
dan meten de kruisende bestuurder meet naar die auto en niet naar die motor. Die valt helemaal weg in dat licht. Vandaar dat ze dat veranderd hebben. En nu heb je dus de dagrijverlichting. En die is bedoeld om herkend te worden, maar die geeft best veel licht, maar die verlicht niks. En in het begin mochten er geen achterlichten bij branden. Dat is in januari 2015 ook veranderd. Behalve nieuwe auto's mogen maar gelukkig ook de achterlichten branden. Nooit overstrekken. Hou je been maar gestrekt.